Geen kip. De kip was niet gekomen, dus geen soto. Ik stond bij de balie van het restaurant in ons bedrijfsverzamelgebouw en kon een kleine teleurstelling niet onderdrukken. Soto is Indische soep, in dit geval met kip, dus soto ayam. Het wordt gemaakt door een jonge dame, ik geloof een van de koks. Een eigen recept en twee collega's hadden mij er enthousiast op geattendeerd. Ze maakte het elke donderdag, erg lekker. Dat klopte en toen ik naar de eerste keer mijn kom terugbracht, vroeg ik het recept. En Nog diezelfde avond maakte ik het voor mijn gezin. Lekker ja, klonk het in drievoud. Maar ze konden het die keer ook weinig aan doen. Geen kip, geen soep. De volgende week zeker wel, stelde de jonge dame gerust. Top, zei ik, maar de week erop zei ik tegen een van de collega's. Shit. Vandaag toch geen soto. We hebben een werklunch. Ik vind het toch lastig. Het voelt alsof ik het laat liggen. Er is immers een soort van afspraak. De kip is er weer en zij verzekert mij dat ze dan soto-eyam maakt en ik zeg top, wat betekent ik zal er zijn en dan ben ik er niet. Wie weet, denkt de kok. Nou, dan maak ik toch geen kippensoep meer. Overdreven, ja. Ik weet natuurlijk dat een restaurant meer te doen heeft dan bezig zijn met of ik ja dan nee wekelijks langskom voor kippensoep, maar toch. En één keer geen soto is in om het evenwelk licht van het bestaan te verwaarlozen. Maar de donderdag erop kon ik alweer niet. En die donderdag daar weer na ook niet.